Uit staat kersverse Europees kampioen Roos. Kijk, de Gaatse zegers heeft de afgelopen week. Kijk, uit meid. Dat is het EK 1 wielrennen in Sittard. Maar liefst 9 medailles gewonnen. En we hebben muziek van Case Choice. Een andere Europese kampioenen, namelijk Roos Segers. Ze won maar liefst 9 medailles op het NK. 1 wieler, kijk, hij staat ze. Ik hoop dat ze zometeen gewoon nog heel huids is. Dan ga ik even naar buiten. Want we hebben weliswaar die fantastische leeuwinnen die daar de EK op haar naam hebben geschreven. Kijk uit! Maar we hebben hier ook nog een kampioene. Ja, kijk, daar staat ze, Roos Segers. En zij is kampioene geworden, maar liefst 9 medailles opgehaald daar tijdens het EK, 1 wielen. En dat je 1 wiel hebt, dat zie ik ook wel, Roos. Gefeliciteerd, maar hoe kan je 9 medailles winnen op deze kampioenschap? Ja, dat maakt ik zelf ook eigenlijk wel. Ik weet het niet. Maar wat moest je allemaal doen? Ik had hoogspringen, verspringen, trial, street. Wat zeg je dan? Trial? Oh, we hebben wel beelden dat jij op allerlei pallets aan het springen bent. Ja, wat doe je daar? Dat is zo snel mogelijk het parcoursje afleggen. Mm-hmm. En dan tegen elkaar en dan wie wint is de snelste. En val je wel zo ongelooflijk op je plaat? Helaas wel, maar kort erbij. Nog nooit iets gebroken? Nee, gelukkig niet. En je hebt dus 9 medailles. Dat betekent dat jij, dit bent gewoon echt in Europa, ben je onverslaanbaar. Klopt dat? Ongeveer. Ik zie hier high jump on platform. Ja. Wat moet je dan doen? Zo springen op pallets, gewoon zo hoog mogelijk. En hoe hoog kan je dan springen? Ik had 61. Centimeter. 61 centimeter. Eens even kijken, waar kunnen we dat eventjes gaan in praktijk gaan brengen? Wat voor kunstje zou je kunnen doen waar wij helemaal van versteld zijn? Op de trap hier iets of zo? Of hier op rijden? Iets? Nee, dit is helemaal schuin. Hier kan je er niet op rijden. Dit is helemaal... Of kan je dat echt? Durf je dat? Ja hoor. Durf je dat echt? Als jij het even vasthoudt. Oké, dan hou ik die eens hier. Krijg ik ook eens een keer. Win ik ook eens ooit eens wat. Oké, laat maar eens even zien. Wat ga je voor ons uithalen? Eerst gewoon erop rijden. Erop rijden, maar nee, het is helemaal scheef. Hij klopt, ja. Oké, wij zijn erbij, hè. U ziet ook hoe gevaarlijk het is. U moet hier na, mevrouw. Ja, nee, dank je. Laat maar zien. En daar gaat ze. Oh. Ah. Oeh. Oh. Fantastisch gedaan, Roos. Gefeliciteerd. En ik hoop dat je ook wereldkampioen wordt. Bedankt voor het komen. Zometeen gaan we verder met Eto.